Zouden jullie zelf even kunnen voorstellen? Ik ben Fleur. En ik ben Kelly. En ik ben Antoinette. Oké, en jullie volgen hier les. Hoe oud zijn jullie? Kan je dat bijzeggen? Ik ben 9. Ik word morgen 9. Oh, je bent morgen jarig. Alvast gefeliciteerd. Officieel. Oké. Voor het over 24 dagen 9. Oké, dus jullie zijn allemaal van dezelfde leeftijd. Kennen jullie elkaar? Ja. Wij twee zijn beste vriendinnen. Oké, en want zijn jullie hier ook samen op de kermis of is dat... Nee. En jullie ouders hebben andere attracties? Ja. Oké, en dat geldt ook... Ken jij hen ook al? Ken ik heel goed, ja. En hoe is dat dan om nou in één keer in Den Bosch te zijn en daar naar school te gaan? Ja, voor ons is het heel normaal. Ja. Jij snapt eigenlijk niet waarom ik dat vraag natuurlijk. Want voor jou is dat... Ja, voor ons is heel normaal, want ja, we komen elke week onderhand op een andere kermis. En dat is voor ons nou heel normaal. Dat is ons normale leven eigenlijk. Ja. Het is eigenlijk gewoon ons leven. Ja, kermis. Kermisexpert. Maar dadelijk, wanneer het schooljaar weer bezig is, dan zijn jullie weer een tijdje thuis, hè? Ja, van winter staan we een tijdje thuis dus. En de school waar normale kinderen naartoe gaan, dat noemen wij de winterschool, daar gaan wij dan naartoe. Oké. Dus dan wat je vandaag allemaal hebt gedaan? Ja. Oké. Wat vond je nou het leukste om te doen? Bavi lezen. Wat lezen? Bavi lezen. Oké. Dan moet je een boek uitkiezen en dan moet je die gewoon gaan lezen. Oké. En dan als je boek uit is, kan je daar een nieuw boek kiezen, want dat is de boekenkast. Dan heb je heel veel boeken, allemaal avies. En dan hangt altijd een blaadje boven voor de avies. En wij hebben ook nog Engelse drop gemaakt. Die staat hier. Hierboven. Hier. Oh. En dan hebben we hier ook nog wat gemaakt. Ja, dat was een keer een schrijfopdracht al. Dat was dus de schrijfdag. Dan zet de juffrouw die zet de muziek op. En dan moeten wij zeg maar rondjes maken. Op allerlei verschillende manieren en zo. Ja. En hebben jullie... Die hangen daar zo. En wat gaan jullie nou daar vandaag nog verder doen? Want het zit er nu voor jullie op, hè? Vandaag de schooldag. Ja, 1:30. Ja, het is nou al 10:50. Ja. Sorry. En dan is het nu denk ik naar huis toe en eten en dan... Kermis. Ja. En wat ik me nou heel erg afvraag, ik zat vorig jaar vroeger altijd te wachten tot het één keer per jaar kermis was en dan ging ik overal zo snel mogelijk in. Hebben jullie dat nog? Vinden jullie het nog leuk om in attracties te gaan? Ja, ik vind het wel leuk, ja. Ja, maar voor ons is het heel normaal. Ja, wij mogen overal gratis in en dat is voor ons heel normaal. En iedereen vraagt altijd, waarom mogen jullie er gratis in en zo? Ja, omdat we van de kermis zijn. Maar sommige attracties gaan we niet echt meer in, omdat we dat saai vinden. Maar je hebt eigenlijk natuurlijk alle attracties die staan, die hebben jullie al wel gehad natuurlijk. Ja, zeg maar het spookhuis. We weten op elke plaats waar de Bob staat. Ja. Behalve ik, want ik ga bijna nooit de spookhuis. Nee, dat vind je eng? Ja. Hey, dames, dank jullie wel. Alsjeblieft.